Zevende minuut, Sint-Truiden duidelijk gestart zonder complexen. Dat is te zien, wat heeft het ook te verliezen hier. Sterke vocale steun. Hier. Andersen. En voor het eerst doelgevaar. En voor het eerst die formidabele keeper die Velkeneers is. Dus nieuwe hoekschop. Kesje voorin. Jansen ook natuurlijk. Daar is Jansen. Gut Jansen en opnieuw Velkeneers. En het wordt nu een belegering. Kesje. Maar altijd iets Limburgs in de weg. En dat kan van alles zijn. Ilians, dat wordt de eerste counter. Ilians, en ze zijn direct met vier voorin. Achter. Kingambo. Je hoort de reactie bij de supporters. Ja, achter. Die schuift hem binnen zeker. Dat is de eerste keer dat Munaro bedreigd wordt. En hij zit erin. Kijk wat een feest. Sfeer alsof het de finale van een Europabeker is. Wat de Truinse supporters betreft. En ze zijn met velen, dat kan u zien. Dus 0-1, zevende minuut. Tweede helft. Kingambo. Uitstekende voorzet in de diepte. Voetje. Stef achter. En 0-1. Vervoort. De grote, dat kan nu allemaal. En daar is Velkeneers. In drie keer nu, Nilis. Bekkers zijn voet ervoor. Kesje. Altijd iets Limburgs in de weg. En nu zelfs het schot van Vervoort afgeweken via Nilis. Kingambo. En dan spurten ze om de tegenaanval op gang te brengen. En dat gebeurt alweer. Ilians. Achter. En Munaron bijna voor de tweede keer geklopt. 18e minuut. Opnieuw Stef achter. Koenen. Oh la la! Een bliksemschicht. Jansen. De Slekers wil spelen met een centrale spits. Daarom is Swinnen erin gebracht. Vrieman eruit genomen. Vervoort. Passen. Gut Jansen. Nilis. Van de lijn weggehaald. Alle mirakelen zijn mogelijk vandaag. Andersen. Nilis. Kingambo. En daar gaan ze weer. Wilmots vrij, geen buitenspel. Wilmots de kans van zijn leven tegen Anderlecht. Munaro in de weg. 33 minuten ver. Anderlecht dat risico's moet nemen en dat doet. Nilis. Jansen. Vervoort. Knap. Voorzet. Swinnen. Dat was er dichtbij. Kunnen de Truienaars dat nog houden? Alles achterin. Al wat wit is voorin. Kesje is daar. Van Tichelen. Nog eens Van Tichelen. Nilis, dribbel. Nog een dribbel. En dan Velkeneers. Achten kreeg. Parquet Street Central. Zit une forme. Schudt Vernet van zich af, trekt voor. Daar is Wilmots, eerste kans. Eerste echte kans. En het scheelde maar weinig, na 7 minuten. Koopmans, uitglijdend. Kingambo, Wilmots met ruimte. Mooi, naar Petermans op rechts. Achter bij de tweede bal, het gaat laag naar Wilmots. En die mist die bal eigenlijk. Wel krachtig uithalen, maar dat lukt er niet zo best. Tweede grote kans voor Wilmots. Sleurs met Jerolimov. Jerolimov wordt daar vastgehouden. Toch nog snel genoeg Jerolimov. En dan duikt hij in het strafschopgebied. In elk geval overtreding, maar geen penalty. Hier komt de vrije trap voor Cerkelen. Dat kan meteen het eerste grote gevaar betekenen. Kalusha, inderdaad. Doelpunt.
Kalusha, na 33 minuten iedereen verslagen hier van de 13.000 aanwezigen. We gaan nog eens kijken. Het was de eerste keer dat Cercle gevaarlijk kon uitpakken. Een knappe vrije trap van Kalusha. En Valkeneers totaal verrast. 0-1. Koene. Kingambo. Waarbij van Turnhout. Direct voorgetrokken. Daar is achter. Wilmots ook. En die bal zit. Na 6 minuten. U kent de beelden intussen. Dolle vreugde weer. Want Sint-Truiden was aan het drukken. Cercle kon die pressing niet blijven weerstaan. Aanval overrechts met Kingambo. Eerst achter, maar dan Wilmots. En binnen 1-1. Petermans. Ja, daar gaat achten. Wilmots op vrij achter schiet op de voeten van de vriend. De nieuwe kans. Gevaar nog niet geweken trouwens. En dan Petermans. Sleurs. Kingambo. Kop voor de voeten van Wilmots. Wordt gepakt en inderdaad penalty. Een kwartier zijn we ver in de tweede helft. Koene met een uitstekende linker maakt zich klaar om de strafschop te nemen. De vriend tegenover zich. En daar gaat Koene. En die bal zit. 2-1. Penalty doelpunt van Erwin Koene. Kingambo met een nummertje. En dan een mooie opening op Ilians op links. Die komt naar binnen, zoekt wat en helemaal terug naar rechts. Daar komt Koopmans aan, gespeurd voor, getrokken bal, Wilmots. En die bal gaat net niet binnen. Kort genomen hoekschop, Petermans. Dat is achten, bal kwam iets te hoog voor hem, Ilians nog. En dan Wilmots, en die bal wordt nog op de lijn gekeerd. En Petermans nu, en nu nog Kingambo. En de vriend. Weer in moeilijkheden, maar hij weert zich daar bijzonder dapper. Het blijft 2-1. Roger Labour. Oui, mais...